Kijkers, voor deze aflevering ben ik per bus naar het Busmuseum gegaan. Kees van het Lid is in Zevenhoven een busverzamelaar met een grote collectie oude spulletjes van de busmaatschappijen. En wij gaan op bezoek bij Kees. Daar sta ik dan naast Kees van het Lid, de busverzamelaar van Zevenhoven. Ja, niet alleen van Zevenhoven. Jij van de hele omtrek, kan je wel zeggen, Marco. Ja, want hoe lang doe je dit nu al, Kees? Nou, ze hebben wel mijn 8e jaar af. En ik word dit jaar, hoop ik, 64 te worden. Dus ja, dat is een hele tijd. Ja. Hoe ben je er ooit toe gekomen? Ja, hoe ben ik er toe gekomen? Om te beginnen scheurkaartjes op te rapen. Ja, op stations of bij haltes, weet je wel. Die mensen nou gebruikten scheurkaartjes. En zo is het verzamelen eigenlijk begonnen. Ja, plus dat er reden nog een paar familieleden. Die rijden bij mij de firma Langhout, dus de Nol. Ja, ik weet niet wat dat betekent. Ja, en de Nol, dat betekende Nieuwkoop-Alphen Leiden. Ja, en mijn woonplaats, geboorteplaats, dat was Nieuwkoop. Dus van school uit ging ik wel eens met die mannen mee. Ja, en dan kwam op stations in Woerden of in Alphen. En ja, nogmaals, dan raapte ik die kaartjes al op. En zo is het begonnen? Zo is het, geboren. Niet alleen buskaartjes, maar toen ineens kwam er veel meer. Ja, er kwam op een gegeven moment kwam er veel meer natuurlijk. En vooral in de jeugd. Dat is natuurlijk nu een razzia met voetbalplaatjes. Ja. Maar ik had dat natuurlijk met die oude plaatsbewijzen. Ja, op een gegeven moment kwam het natuurlijk dat... verlies alleen dat je ouder wordt en dan krijg je veel meer. En hier natuurlijk in dit museum, of tenminste wij noemen het museum, maar ik laat eigenlijk hier mijn verzameling tonen van 10 jaren. Er staat hier heel veel emotionele waarde, dus dat wil zeggen emotionele waarde, wat ik van families gehad heb of van chauffeurs, en et cetera. Dus, en dat is allemaal... Ja, wat je hier ziet, ik denk niet, of tenminste weet ik wel zeker, dat je dit niet in Noord- of Zuid-Holland tegenkomt. Zo'n klein, maar heel leuk museum. Ja. Mensen die vertrouwen jou echt natuurlijk de spullen toe, hè Kees? Ja, heel veel mensen. Vorige week had ik nog iemand, die kwam zijn oude koffer brengen met hele leuke oude spullen. Ja, en er zijn ook wel dingen die ik heb. Maar daar doe ik nooit, never, van wat ik persoonlijk van iemand gehad heb, doe ik dat weg. Nee, dat is, dat is nou eenmaal een verzameling waar ik dag in dag uit mee bezig ben. Waar ook mensen, nogmaals op afspraak, kunnen dit museum bezoeken. Je komt hier eigenlijk ogen tekort, Kees? Ja, er zijn mensen... Oude chauffeurs, oude monteurs. Ja, en mensen natuurlijk die het interesseert. Ja, waar vader of familieleden... die iets met busbedrijven of maatschappijen te maken gehad hebben. Die gaan hier zitten en... Ja, de halve dag of tussenbij zeggen ze... Joh, we moeten naar huis, want we moeten gaan eten onderhand. Ja, want ik heb natuurlijk ook nog... kan ik laten tonen... aan de mensen, pakweg tussen de 10.000 en 15.000 foto's van autobussen. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal unieke dingen. Wat ik net aanwees in de vitrine, dat zijn gewoon, nogmaals, hele emotionele spullen. Wat je praktisch nooit meer tegenkomt. Kees, je verzamelt dan die spullen. Waar haal je ze nou allemaal vandaan dan? Ik krijg veel... Plus dat ik nu op het ogenblik niet zoveel meer, maar dat ik veel beurzen afgerezen heb. Omdat wat je nu tegenkomt, dat is voor mij niet meer interessant. Ja, ik ben begonnen bij wijze van spreken met, toen de boot hier ging varen. Dus laten we zeggen tegen het jaar 1900. Ja, tot en met de busbedrijven zo'n beetje rond 1920 inkwamen. En... tot en met, tussen de 80 en 90 jaren, dat het de kleine bedrijfjes allemaal grote bedrijven werden.
Ja, en dat maak je overal maar mee. Ja, toen was voor mij, is het een beetje overgeraakt. Ja, dus het is hoofdzakelijk wat je hier ziet. Allemaal van oude maatschappijen. Doe je bij wijze van spreken nog, nou ja, Maas en Kroon, Nal, de voorlopers. Nou, die Maas en Kroon allemaal, nou ja, ingeslikt heb. Ja, dat is nou van Koppenol, Poort en Sloothaak, van Bunningen uit Uithoorde, Poelgeest Amstelveen, nou ja, en tot en met Nal, Atwal, Wouwbrugge, en gaat zo maar door. Een echte passie van je, hè? Ja, dat is echt. Ja, en ik vind, je merkt het wel, ik ben er, overdreven gezegd, dag en nacht mee bezig. Een mooie hobby, toch? Ja, hartstikke mooi. Ik zit hier vaak te hobbyen, want er komen ook wel eens oude chauffeurs. Nou, die hebben nog van die kaartjesautomaten. En ja, die zitten vast. Of, nou, en die probeer ik voor die mannen te repareren. Dat is ook leuk. Ja. Kees, waar staan we nu voor? Nu staan we voor het bedrijf natuurlijk. Marco, waar jij geboren en getogen bent. Ja, in Nal, ja, van Langhout in Ter Aar. Hier zien we, ja, het oude bedrijf, ja, waar nu de Vlinder gevestigd is. Hier zien we de oude Langhout zelf, dus Piet Langhout zijn vader en Peter zijn opa. Ja, voor de rest, hier is natuurlijk, ja, dat heb ik in het begin al gezegd, mijn verzameling mee begonnen. Je ziet hier heel veel foto's van, ook de oude kaartjesbakken. Ja, die zie je hier. En ja, heel veel oude Ter Aarse chauffeurs die helaas niet meer zijn. Hier wijs ik bij wijze van spreken aan. Die leeft nog wel. Kees de Vogel. Ja, we hebben hier Gijs Fransen. Ja, we hebben Cor Kalshoven. En hier hebben we Jo Vink. Ja, heel oude chauffeur. Hier hebben we Gijs Kalshoven. Dirk Hogedoren. Ja, en zo gaat men door. Wij hebben hier ja, heel veel foto's wat ik van mensen gehad heb. Ja, en dat kunnen ze hier allemaal, de familie of toestanden, kunnen dat hier op hun gemak komen bezitten. Kees, wanneer kunnen ze hier nou terecht? Dat is altijd op afspraak. Ja, omdat ik zit hier wel eens wat, nou ja, in te hobbyen. En dan wil ik het toch, als iemand komt, wil ik dat hier piekfijn in orde hebben. Ja? En als mensen nog spulletjes hebben van de bus? Dan kunnen ze natuurlijk altijd, ik schooit er nooit om, dan kunnen ze dat altijd bij mij kwijt. En ze kunnen dat, als het leuke oude dingen zijn, kunnen ze dat altijd bij mij, je ziet het hier, altijd nog weer terugvinden. Want hier komt het goed terecht. Allemaal naar Zevenhoven? Nou, allemaal naar Zevenhoven. Het is natuurlijk de voorstad van Zevenhoven. Het is Noordeinde. Daar moeten we heen. Daar moet je wezen. Ja. U kunt het hier bekijken, allemaal. De koffie, die staat hier altijd klaar. Ik zou nog één keer mijn telefoonnummer. Dat is 0172-53-9168. En anders kan u altijd informatie vragen bij RTV Hollands Midden. Dank u wel.